Vanochtend zijn we bij elkaar bij de LOV. Een aantal LOV-leden hebben niet-LOV-leden uitgenodigd om hier met elkaar te ontbijten. En elkaar aan elkaar voor te stellen. We beginnen eerst met uiteraard een broodje pakken, wat te drinken. Vervolgens doen wij even een korte presentatie over wat de LOV is en wat we het afgelopen jaar hebben gedaan. Dan mogen de leden de niet-leden voorstellen en zij pitchen een combinatie van wat is hun link en waarom zijn zij hier samen met elkaar? Ja, erg leuk. Helemaal goed. Ik werk bij Area en voor mij is het heel leuk om de dag op die manier te beginnen. Ja, ik vind het eigenlijk onwijs leuk. Ik kwam voorheen, ben een paar keer geweest bij de borrel natuurlijk voor de ondernemer van het jaar, voor de verkiezing. En op deze manier leer je de ondernemer meer echt kennen dan bij zo'n borrel. Vind ik. Dat is toch een stap. Misschien wat groter om op elkaar af te stappen en hier is die drempel wat lager. Nou, het is altijd goed om je netwerk te verbreden, dus gewoon klantcontacten. Nou, en je kan ook specifiek een zoekvraag neerzetten en je weet, we zaten hier met 20 man, met 20 weet je meer dan met dan zelf. Ik ben meegenomen door Ben van der Komma van Kruid, bestuurslid van LOV. En hij zei Kees, je moet even meekomen, dus vandaar, hier ben ik. De LOV is voor alle ondernemers die woonachtig zijn in Leiderdorp of ondernemen in Leiderdorp. Zij kunnen lid worden voor €100 per jaar. Zij kunnen zich aanmelden via onze website www.lovleiderdorp.nl.